croissantje is heerlijk, opa. Zeg, ben jij gek geworden, jongen? Hallo, sorry. Hey, Jopie. Hoi Willem. Hey, dag. Ik dacht, ga eens even langs. Even kijken wat Willem aan het doen is. Nou, dit. En wat is dat? Nou, dit is. Dit wordt het decor voor de musical van Harry, Maria en Jopie. Ah. Ja. Is dit een beetje klein voor een decor? Nee, joh, het is toch een maquette? Weet ik ook wel, geintje. Hé, hey, nooit meer doen, hè? Graag hier. Zeg, mag ik eens kijken? Ja, hé, hey, voorzichtig, nee. Die lijn moet nog even hard worden. Oh. Nee, doe dat nou maar even niet. Zo. Zeg. Ja. Maar dat ziet er kunstig uit, zeg. Ja, 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 dat ziet er kunstig uit. Hé, Rogier, mag ik misschien even doorgaan? Dat denk ik wel, sorry. Ja, ja. Zeg, wat stelt het nou voor, dat bijvoorbeeld? Nou, dit is de sombere kerker. Sombere kerker? Vind je niet een beetje licht voor een sombere kerker? Nou ja, hij moet nog een kleurtje krijgen. Oh. Ja. Zeg, en wat dan licht, wat is dat? Nou, dat is de toren, dit. Ah, ja. En dat? Dat is de trap, ja. En dat rare ding? Dat is een ander decorstukje, dat wordt de windmolen. Oh, ja. En dit bijvoorbeeld? Ophaalbrug. En doet hij het echt? Oh, ja. Sorry, neem me die kast. Oh. Nee, mag allemachtig zeggen. Zal ik hem voor je maken? Nee, alsjeblieft niet, dat doe ik zelf wel. Oh. Hé? Hey. Ja. Dus die kerken is eigenlijk het belangrijkste set van... Ja, natuurlijk, Rogier, daar speelt het hele stuk zich af. Daar zitten de gevangenen in de tijd van de Spaanse Inquisitie. Oh ja, toen werden die mensen gemarteld door eindeloze ondervragingen. Ja, nou, ik kan me nu voorstellen hoe die zich gevoeld hebben, hoor. Zeg, weet jij nou zeker dat ik... Oh, god zeg, ik maak er wel een beetje een rotzutje van. Kan je wel zeggen, ja. Zo. Gertfried. Ja. Weet je dat ik in mijn studententijd een ontzettende theaterfanaat was? Is dat zo? Ja, je had mijn drie zusters moeten zien. Ik wist niet dat jij drie zussen hebt. Nee, het is een toneelstuk van Tsjechov. Ja, natuurlijk, joh, dat was maar een geintje. Oh, niet meer doen, hè, Willem? Nee. Zeg, ik, als je het niet erg vindt, ik wou dit vanavond nog even af hebben. Zo, ja, natuurlijk, geen gang. Ja, nu wil ik me eigenlijk even concentreren. Ja, nee, natuurlijk. Zeg, verveel jij je of zo? Vervelen? Nee, absoluut niet. Zeg, druk. Weet je zeker dat ik je niet ergens mee kan helpen? Dat ik iets voor je kan doen? Je kan eventjes gaan afwassen, de bedden opmaken, strijken, stofzuigen. Je kan even de bellen aan de kinderen vragen of die wat weten voor je. Dat is een goed idee. Zeg, zou je dan zo vriendelijk willen zijn om mij hiervan te verlossen? Ja hoor, dat kan wel even. Mooi zo, dankjewel. Ja. Ja, jij ook bedankt. Ah, daar ben je, Samso. Trouwe bediende van me. Eerlijke metgezel. Kap in nou, Joop. Mijn betrouwbare ondergeschikte, die me op mijn wenken bedient als ik reis door het land om te strijden voor de zwakken en de onderdrukte. Houd je muil nou, Joop. Wie zegt er Joop tegen mij, knecht? Ik ben Don Quixote, man van La Mancha. Ridder van het droevige figuur. Als je nou niet gauw je kop dit houdt, Joop, dan krijg je van mij een hengst voor je droevige figuur. Wat is er nou, Sancho? Ik ben niet Sancho, Joop. Ik ben Harry. He, onthoud dat nou toch eens een keer. Ik ben niet je knecht. Ik ben niet je bediende en ik ben niet je ondergeschikt. Heb je dat nou begrepen? Ja, maar dan ben je wel in de musical. Ja, maar Joop, dit is toch niet de musical? Dit is de pizzeria en hier ben ik Harry. En als je dat niet kan onthouden, dan zeg ik maar gewoon baas tegen mij. Ja, maar ik vind het handig om in mijn rol te blijven. Misschien zou je dat ook eens een keertje moeten doen. Want je kan je tekst niet onthouden. Ik ken mijn tekst heel goed onthouden, Joop. Weet je wat je ook eens zou moeten proberen? Zangles. Ja, het spijt me hoor, maat, maar je moet iets aan die stem van je doen. Je staat wel straks naast mij op het toneel. Zo, zangles. Nou, ik zou me maar eens met je eigen bemoeien als ik jou was. Trouwens, jij past nog steeds niet in dat kostuum van jou. Nee, dat komt heus wel voor elkaar. Nee, dat komt helemaal niet. Ja, misschien als we een paar stukken tussen het harnas gaan zetten. Maar volgens mij ben je nog geen gram afgevallen, jij. Ja, dat lijkt me zo. Dat is het idee van die professor. Groente, nog eens groente. Ik ben helemaal opgeblazen. Groente is anders heel gezond voor je, Joop. Konijnenvoer is het. Ik word er helemaal gek van. Mijn darmen zijn vreselijk verslag.
Ja, waarschijnlijk had je dat al gemerkt. Ben jij dat? Sjoe. Nou, gisteren heb ik 3 pakken salami weggegooid omdat ik dacht dat ze bedorven waren. Chatering, Joop, zeg uit. Ja, sorry hoor, het spijt me. En het ergste is, groente, dat vult helemaal niet. Ik loop de hele dag te verrekken van de honger. Hé, hey, afblijven. Hé, hey, respect voor je meester, hè, Sancho? Respect? Hé, hey, respect nou. Hier heb je respect. Hé, hey, knagen, Floppy. Hoeveel kost het? Heel weinig. Helemaal als je kijkt wat je ervoor terugkrijgt. Ik ga er echt waanzinnig gelukkig van worden. En je wilt er niks liever dan dat je kind gelukkig wordt. Ik vroeg hoeveel kost het? 57 gulden. Oh, kun je niet voor wat minder gelukkig worden? Het spel is Mars Attack, het beste computerspel van de hele eeuw. Ach, de eeuw is net begonnen. Ja, je moet vechten tegen aliens van de 8e dimensie. Klinkt niet erg educatief. Nee, maar dit is het wel. Als ooit aliens van de 8e dimensie de aarde van ons over willen nemen, dan weet ik wat ik moet doen. Echt, nou mam, alsjeblieft. Het is 16 levels. Alsjeblieft, hier is 25 gulden. Kun je tenminste tot level 8 komen, hè? Hallo. Ha. Hey, kijk, ik ga even naar Belleke. Kijk wat mijn dochter. Wat ben je aan het doen? Oh, ik ben bang dat je op het verkeerde moment komt, want ik ben net mijn tas aan het inpakken om weg te gaan. Oh. Ja, ik ben een geweldig verhaal op het spoor. Oh ja? Ja. Kun je er wat over vertellen? Nee. Ja. Ik heb een tip gekregen over een financieel directeur van een investeringsbank. Het lijkt erop dat hij geld heeft verduisterd. Wie is het? Misschien ken ik hem. Ja, dat kan ik toch niet zeggen. Oh, nee. Zeg, kan ik iets voor je doen? Research of zo? Misschien een fotootje maken? Nee. Of dat ik hem ga achtervolgen? Ik kan ontzettend onopvallend zijn, hoor. En het gezicht van mij vergeten ze meteen. Nee hoor, papa. Ik heb echt alles onder controle. Ja, wat jammer. Ik had net een beetje tijd over. Ja, ja. Oh, Sander. Misschien kan ik iets voor jou betekenen. Heeft u misschien 32 gulden? Huh? Niet aan hem geven, papa! Ja, als je geld wil hebben, moet je er maar hard voor werken. Waarom vraag je opa nou niet even of hij je helpt met je werkstuk? Stil! Oh, dat is een goed idee. Waar gaat het over? Prostitutie door de eeuw heen. Wat? Ik moet het illustreren met reportages en foto's. Dat is een grapje hoor, papa. Oh. Hij moet een werkstuk maken over Nepal en het Himalaya-gebergte. Oh ja, hey, trouwens, waar ligt het nou? Zuid-Amerika? Weer een grapje, hoop ik. Huh? Nou ja, laat maar zitten. Ik zal alles bij elkaar gaan zoeken. Oh, nee, weet je wat het is? Nee, 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 dat is absoluut geen moeite zeggen. Het is juist leuk. Leuk? Ja, ja. Hallo. Ah. Hier is Harry. Harry, kom verder, joh. Zeg, hey. Mooi. Mooi, mooi ja, is dat, zeg. Hey. Maar wat is het? Dit is het decor van jullie musical. Wel een beetje depri, hè? Die bruin en die grijze kleuren, toch? Ja, maar dat is ook een kerker. Oh, zit daar ook een kerker in? Ja, natuurlijk zit er ook een kerker in. Heb je het stuk niet gelezen? Nou, alleen mijn eigen rol. Nee, je moet natuurlijk het hele stuk lezen. Ja, ja, dat begrijp ik. En wat wordt dat dan en dat? Dat wordt de windmolen. Oh. Ja. Oh ja, joh, zit daar ook een molen in, joh? Nou, schijn nou uit, Harry. Don Quixote is wereldberoemd omdat hij vecht tegen de windmolens. Hebben ze je dat niet verteld op de repetities? Nou, ja, nou, nee, kijk. Ze hebben mij namelijk weggestuurd van de repetities. Wat is dat nou? Ja, joh, nee, is een misverstandje, joh. Nou, kijk, tijdens het lied Vogel Zing, Vogel Zing... Ja. Zaten die mannen van die de ezeldrijver spelen, weet ja? je wel. Ja. Die zaten dus aan Maria. Ja, dat is toch logisch? Dat staat in het stuk. Ja, dat weet ik toch niet? Ik dacht dat ze hun handen niet thuis konden houden. Nou, toen heb ik ze toch een hengst voor hun kanus gegeven, jongens. Zo, niet te weinig. Alsof er al niet genoeg zinloos geweld in het leven is. Jawel, dat is... Maar ja, het is allemaal Jopie's schuld. Hé, Jopie? Ja, die gek die behandelt mij als een persoonlijke slaaf. Sancho, haal dit. Sancho, doe dat. Meneer wil in zijn rol blijven, namelijk. Ja, die gaat natuurlijk helemaal in zijn rol op, hè? Ja, maar daarom hoeft hij... Ze zegt toch niet beter te voelen dan mij, omdat hij nou toevallig de hoofdrol speelt. Tuurlijk niet. Mij heel de dag een beetje lopen te commanderen, zeg. En hij heeft zelfs het lef gehad om tegen mij gisteren te zeggen dat ik niet kan zingen. Nou, als ze niet oppast, hè, dan duwt deze Sancho hem nog eens een keer achterwaarts zo, hup, de orkestbak in. Nee, dat geloof ik ook weer niet. Ja, nee. En weet je wat het allerergste is? Ja. Nee, echt het allerergste. Ja. Ik moet een lied over hem zingen. Met de woorden, ik mag hem. Nou jongen, alleen als ik die kop zie, hè,
dan klap ik helemaal dicht. Ik krijg het mijn bek niet uit, eerlijk niet. Dat zou je toch moeten proberen, want eerder moet je het zingen op het toneel. Ja, vertel mij wat, maar ja, goed, dat gaat niet. Hey, Harry, wacht eens even. Waarom oefen je dat lied niet op mij, tot het automatisch gaat? Oké, nou, dan goed, daar komt hij dan. Ik mag hem. Verdomd, ik mag hem. Ruk al mijn nagels uit, één voor één. Ik mag hem. Nou, Harry, dat is toch fantastisch? Ja, maar jou mag ik. Zo, dat doet me genoegen dat jij zo keihard aan het studeren bent. Mijn complimenten, jongen. Wat is er nou? Hartstikke spannend. Ik moet de titaniumsleutel van het Mars-schip te pakken krijgen. Anders maak ik nooit de sprong naar de hyperspace. En dan blijven we altijd vastzitten in ons zonnestelsel. Als jij niet razendsnel de sprong maakt naar dat Nepalese werkstuk, blijf jij voorgoed in de brugklas zitten. Kijk, ik heb alles verzameld over het Himalaya-gebergte. Maar opa, mijn werkstuk hoeft er maar 10 pagina's lang te zijn, hoor. Dit is de geografie. Nepalese cultuur. Economie van het Verre Oosten. Grondstoffen. En dit zijn boeken over de Mount Everest. Oh, maar opa. Mijn werkstuk is al af. Ah ja, eens kijken. Zeg. Maar dat ziet er goed uit. Kom je dan? Allemaal van het internet. Alles, de tekst en die foto's? Joop, ja, ik wou het u al vertellen, maar u was zo snel weg. Ja, ja. Zal ik dat maar weer in gaan pakken, hè? Ja. Sorry, opa. Ja. Oh, opa. Ja. Nou, toch bedankt. Ja. Jongen, jongen, wat een tijdverspilling. Heeft hij alles wat hij nodig had voor zijn werkstuk, heeft hij van het internet gehaald? Wat? Jo. Ja. Wat is dat? Een verspilling van mijn tijd. Een halve minuut geleden was er nog een windmolentje. Oh, potverdomme, nou is de ravage. Spijt me, Willem. Ja, ja, laat maar. Ik vroeg me toch wel af wat ik de hele middag moest gaan doen. Jongen, jongen, jongen. Hoi. Hoi, wat is dat? Ja, dat is de windmolen van Don Quixote. Ja. Ik wil niet lullig doen hoor, maar dat ziet er absoluut niet uit als een windmolen. Ja, dankzij jouw opa Rogier niet meer, nee. Dat begrijp ik ook nog. Ja, maar ik heb toch gezegd dat het me spijt? Zal ik hem voor je repareren? Nee, alsjeblieft niet. Dat doe ik helemaal zelf. Oh, jij denkt zeker dat ik nooit maquettes gemaakt heb, hè? Nou, ik was ontzettend enthousiast hoor, met studententoneel in mijn studententijd. Echt waar, opa? Ja, ik heb achterdoeken geschilderd. Ik deed de hele publiciteit. En ik regisseerde. Dat wist ik helemaal niet. Jo, moedig hem alsjeblieft niet aan. Dan begint hij weer over zijn drie zusters. Heb jij drie zussen? Nee, dat is dat stuk van Tsjechov. De beroemde Russische schrijver. Leren ze dan helemaal niks meer op die school tegenwoordig? Oh, jawel hoor. Wiskunde, Duits, Frans, economie. Maar ja, beperkte opslagcapaciteit, hè? Ja. Zeg, Willem, eigenlijk had ik een verrassing voor je. Nou, ik heb al genoeg verrassingen van jou gehad. Ja, maar dit is een leuke verrassing. Kijk. Oh. Ik vond dat er iets toch ontbrak aan jouw maquettes. Er ontbreekt zoveel aan mijn maquettes, dankzij jou. Ja, nee. Hier het windmolentje, het ophaalbruggetje. Mensen. Mensen? Ja, kijk, je hebt geen vergelijkingsschaal. Toen ben ik naar de speelgoedwinkel gegaan en heb wat poppetjes voor je gekocht. Oh, wat lief. Ja, wat lief. Noem je dat mensen? Ja. Nou ja, ze hadden natuurlijk geen serie van de Man van La Mancha. Nee. Het was dit of het Nederlands voetbalelftal. Nou ja, hoe dan ook. Hartstikke bedankt, hoor. Graag gedaan, hoor. Ja. Zeg, Willemijn, wat ga jij doen? Misschien kan ik je vanmiddag ergens mee van dienst zijn. Nou, ik ga cd luisteren bij Helene. En ik ga van die gekleurde extensies in de haar vlechten. Nou, kijk eens aan. Kan jij eigenlijk een beetje vlechten, Rogier? Jongen. Ja, sorry hoor, professor, maar dat groentedieet van u, dat kennen mijn darmen niet tegen. Ik heb van Diaantje vannacht op de bank moeten slapen. Ja, diëten valt niet mee. Maar alleen het resultaat telt, meneer Gelijntse. Vergeet niet, u bent al 6 kilo afgevallen. Zo, hier is de weegschaal. Ja. Oeh, papa. Heeft Willem de tuin bemest of zo? Doe eens even de deuren dicht. Nee, sorry, dat ben ik. Dat is dieet. Oh, ah.
Nou, dan zullen we maar eens even kijken of het in ieder geval heeft gewerkt. Ja. Hoeveel woog je? 110 kilogram. Nou, erop of eronder. Ja, dat helpt niet, meneer Gelijns. Het blijft 113. Je bent aangekomen. Ja, maar dat komt door die weegschaal. Die deugt niet. Dat is dezelfde weegschaal als vorige week. En ik heb hele zware schoenen. En dat jasje is van hele zware stof gemaakt. Ja, 3 kilo. Ja, en ik heb hele zware botten. Zeg eens eerlijk, Joop. Heb jij je aan dat dieet gehouden? Jawel. Ja, oké, niet helemaal. Oh. Nou, ik had ook zo'n honger. En van die groenten krijg je nog meer honger. S'nachts heb ik een eitje gebakken en een biefstuk en een patat met mayo. Nou, dat groentedieet, dat werkt dus niet. Je moet er maar iets anders voorzien waar je van afvalt en toch behoorlijk van kunt eten. Ja, en heeft nog maar 3 weken tot de première. 3 weken? Sorry hoor. Sorry. Nou ja, ik weet van een collega op mijn werk dat er een heel goed fitnessprogramma bestaat. Misschien moet je dat eens proberen. Fitness? Ja, wie mooi wil zijn moet pijn lijden. Ik ben mooi genoeg. Joop, kom op. Als je wat meer beweegt, dan mag je ook wat meer eten. Oké, nou, dan ga ik wel fitnessen. Zeg, maar ik was toch verantwoordelijk voor het afvallen van meneer Gelijns. Maar wat maakt het nou uit? Het belangrijkste is dat ik weer in het harnas pas. He? Nou, ik moet er vandoor. Tot morgen, Bella. Ja. Dag. Nou, dan ga ik ook maar weer eens verder aan mijn artikel. Het wordt echt iets heel groots, pap. Ze zeggen zelfs dat er een inval van de politie komt. Ja. Nou, dag. Dan ga ik maar eens de frisse lucht in. Oh, ben jij het? Oh, sorry, ik wilde je wakker maken. Ja, geef niet. Kon je niet slapen? Nee, ik denk ik gooi er een kopje kamillethee tegenaan. Ja, dan gooi ik er altijd even een borreltje in. En als dat niet helpt, dan ga ik over op plan B. Wat is plan B? 2 borrels. Hey, waarom kon je niet slapen? Vertel eens. Ah, nee, laat maar, joh. Ga maar slapen, ik ga ook zo. Nee, ik denk er niet aan, ik ben er nou toch. Vertel nou maar op. Ja, vertellen. Zal ik jou eens wat vertellen? Voel jij je nutteloos? Vervel je je? Hoe kom je daar nou bij? Nee. Ik geniet van mijn vrije tijd, hè. Hele leven lang hard gewerkt. Genieten van mijn welverdiend pensioen. Je hebt gelijk, ik verveel me te pletten. Ja, dat dacht ik al. Ik ben ervan overtuigd. Jij zit in je late life crisis. Wat voor crisis? Dat is net zo goed als de midlife crisis, maar dan later. Je voelt je oud, je voelt je overbodig, je weet niet wat je met je dagen aan moet. Iedereen rent en snelt om je heen en jij weet niet hoe je de uurtjes moet vullen. Het is net of de wereld steeds kleiner wordt, ja, hè? Ja. Vroeger hadden collegezalen vol studenten hingen aan mijn lippen. Ja, dat... Ja, ik was helemaal geen gekke leraar, hoor. Oh, daar ben ik van overtuigd. Tegenwoordig heeft niemand met me nodig. Nee, joh. De uurtjes kruipen soms voorbij. Ja, terwijl je de krant al hebt gelezen, de reclamefolders, de televisiegids, alles heb je al gelezen. Ja, als dit mijn voorland is... Als we langs de zijlijn, terwijl iedereen meespeelt. Ja, maar dan moet je zelf wat aan doen. Hm? Nee, kijk, Rogier, geloof me, er zijn 1001 dingen die je na je pensionering kan doen. Maar als je hier thuis op je krent blijft zitten, gebeurt er helemaal niks. Nee, geloof me nou. Waarom denk je dat ik na mijn pensionering met de archeologie ben begonnen? Omdat ik er toen tijd voor had. Trouwens, alles na mijn pensionering. Tuinieren, schilderen, repareren... Naaktmodellen werken. Hé, wat? Ja, ik dacht dat je een beetje weg zat te zuchten. Nee, maar zonder gekheid. Je bent toch een intelligente man. Je weet het allemaal wel. Maar zoek iets. En je zult merken dat je dan ook weer blij bent als je een momentje van rust hebt. Willem. Ja? Ja? Je hebt gelijk. Dank je wel. Tot je dienst. Trouwens, ik weet wel iemand... Wiens leven jij enorm zou kunnen verrijken. Vertel. Ik zit al uren te snakken naar een heerlijk bakkie chocolademelk met een dot slagroom erop. Zou je dat even kennen versieren? Komt erop. Oké. Ach, ik ken er niks aan doen. Knijpt mijn uit als een citroen. Maalt mij fijn als een beschuit. Toch trompetter ik het uit. Ik... Nou, zie je nou, ik ken het niet. Iedere keer als ik die kop zie, dan... Nee. Ja, maar Joopie is toch een vriend van je? Ja, natuurlijk is hij een vriend van mij. Ja, tenminste, totdat hij mij ging behandelen als een schildknaap. Maar ja, als die musical weer over is, zal het allemaal wel weer goed komen. Maar ik ken het niet. Harry, het is maar een liedje. Je hoeft het niet te menen. Ja, dat zeg ik ook iedere keer tegen mijzelf. Maar toch, het gaat niet, eerlijk niet. Jongen, wat kunnen we daar nou aan doen dat je Joopie weer gaat mogen? Is er niet iets dat je hem toewenst? Ja. Ja? Dat hij zit in zijn Feyenoord shirt... Tussen de
Excite van Ajax. Harry, dat is het helemaal. Dat is het. Ja, dat kan ik toch niet maken. Trouwens, waar haal ik al die Ajax-fans vandaan zo gauw? Hallo, je moet het ook niet letterlijk nemen. Je moet gewoon in gedachten. Moet je je voorstellen hoe dat is. En dan kun je zingen dat je hem mag. Ja, jij weet wel dat het alleen maar op die manier kan. In zijn Feyenoord-shirt. Ja. Tussen de Ajax-fans. Ja. In een wedstrijd Feyenoord-Ajax, terwijl Feyenoord scoort. Wat jij wil. Kijk. Dat is acteren. Oh ja, joh. Is dat nou acteren, joh? Nou, daar komt hij dan. Ik mag hem. Nou, zie je nou wel. Hé, Sancho, daar ben je dus. Doe jij eens even als de reetscheep voor je meester een lekker bakje koffie. Ik mag hem. Verdomd, ik mag hem. Trek al mijn nagels uit, één voor één, want ik mag hem. Ik mag hem. Ik mag hem. Verdomd, ik mag hem. Beetje kalm jij, hè? Hé, opa, Sofa, moet je luisteren. Mag ik vertel het nog eens? Nou, die zakenman waar ik het over had. Oh, die fraudeur? Ja, die ja. Omdat ik de politie dus op de hoogte had gebracht, mocht ik mee met de inval. Zo tof, mama. Was er geschoten? Waren het pistolen? Is het, was het Taras? Nee, zo'n inval was het helemaal niet. Ze wilde alleen zeker weten dat die man geen bewijzen vernietigde voor zijn arrestatie. Ja, vertel nou verder. Ja, nu komt het mooist. Toen die man dus in de gaten kreeg wat er gebeurde, toen is hij in paniek geraakt, is hij uit het raam gesprongen, bovenop de politiewagen, heeft hij zijn enkel gebroken. Dat is zo gaaf! Ja. Primeurtje zeg! Jongens, alweer een maquette klaar. Deze is van de plek waar Dulcinea en Don Quixote elkaar voor het eerst ontmoet hebben. Wil jij wel even uitkijken? Oh, neem je dit maar. Hey, moet je eens kijken, is hij gaaf of is hij gaaf? Hey. Nou, mooi hoor. Ja, is mooi hè. En wat doen die smurfen daar? Dat is een heel lang verhaal. Nou, goed gedaan, Wielen. Zeg, wil jij me direct even een slinger geven en een lift naar het repetitielokaal? Hey, ja, kijk je er een beetje uit? Want dan kan de regisseur het ook even zien. Hallo, hier is Harry. En Don Quixote. Hallo, jongens. Op weg naar de repetitie? Nee, daar komen wij net vandaan. De repetities zijn afgelast. Ja, en waarschijnlijk wordt heel die musical afgelast. Ja. Waarom? Wat? Waarom? Nou, dat geloof je niet. De regisseur is gearresteerd. De politie heeft een inval gedaan op zijn kantoor en ze hebben de gozer meegenomen. Oh, nee. En toen is hij uit het raam gesprongen en heeft hij zijn enkel gebroken. Dat geloof je toch niet? Ja, nou, dat kon ik toch ook niet weten? Wat? Huh? Ja, nee, dat doet er niet toe. Zeg, wat vreselijk voor jullie. Ja. En nu? Nou ja, ze zullen hem morgen wel als gewoonlijk weer vrij laten natuurlijk. Ja, het zou wel fijn zijn, dan kunnen we weer gaan repeteren. Ja, hallo, die heeft wel wat anders aan zijn hoofd. Die wil nou niet meer gaan repeteren, kom zeg. Oh, daar heb ik helemaal nog niet aan gedacht, joh. En de show must go on. Ja, zeker, je hebt gelijk, hoor. Nee. Ja, maar jullie kunnen toch niet verder zonder regisseur? Nou ja, misschien kennen we wel een andere regisseur, vind ik. Ja. Heb ik jullie al eens verteld dat ik vroeger geregisseerd heb? Oh ja, professor. Je had mijn drie zusters moeten zien. Daar gaan we weer. Hebben u drie zusters? Joh, hoe oud zijn ze? Nee, dat is een beroemd stuk van de Russische schrijver Tsjechov. Oh, maar dat kennen wij toch niet weten? Nee, dat kennen wij niet weten. Hoe dan ook, ik had zeer lovende kritieken. Goh, wat leuk voor u, zeg. Ja, ze noemden mij een buitengewoon getalenteerd regisseur. Ja, joh. Dus, ik zou zeggen, hier staat een hele geschikte remplaçant voor jullie regie van de musical. Oh, u? Nou kijk, wij hadden eigenlijk veel meer gedacht aan Willem. Ja. Zeg Willem, zou jij dat nou willen doen? Ja. Thank you.